Lieve leuke mensen, aangezien mijn Rollercoaster Tycoon 3 video echt ontzettend leuk wordt bezocht door jullie, of wordt gekeken eigenlijk, bezocht bekeken, vond ik het eigenlijk tijd om een Rollercoaster Tycoon 1 serie te maken. Het lukte niet, het was een grote drama. Ik ga het zo uitleggen naar het intro, want echt, wat een gezeik. Ik wou dus Rollercoaster Tycoon 1 gaan spelen, maar ik kon hem niet wijziging krijgen. Mijn extra bestand moest ik aanpassen, wat niet lukte. Ik heb de deluxe versie gekocht, deed het ook niet. Toen heb ik hem gedownload, dat lukte ook niet. Toen heb ik hem nog een keer gedownload, een andere versie lukte ook niet. Toen dacht ik, waarom? Omdat Rollercoaster Tycoon 2 het niet gewoon goed doet, doe ik de mappen van Rollercoaster Tycoon 1 downloaden voor in deel 2. De eerste map gaan we spelen. We moeten 250 gasten naar ons park brengen. Aan het eind van de oktoberjaar 1. Oké. Van een rating van 600 man. Nou, dit is mijn park. Dit is Rollercoaster Tycoon. En ik ga hem gewoon maar eens wat dingen neerzetten. Want Rollercoaster is natuurlijk bekend. Spel 3 was natuurlijk in 3D. Deel 1 was natuurlijk gewoon 2D. Maar plat, daar begon het mee. Oldschool deel 1. Ik heb het zo vaak gespeeld. En dit level heb ik ook zoveel gespeeld. Nostalgie. En ik deed altijd hier... Hier kon je altijd dat reuzenradje plaatsen. Dat was altijd het plekje waar ik altijd mijn reuzenrad ging plaatsen. En hier maken we een pad. Zo. Die sluit ik gewoon heel makkelijk aan. Ik doe muziekje. En hij kost 1,20. Nou, ik vind het helemaal mooi. Ik vind ook die muziek vind ik altijd zo heerlijk. Ik vind het gewoon heerlijk. Het park is nog niet open, ik weet het. Don't blame me. Ik ga hem gewoon gelijk opengooien en mijn vraag. Het is gratis. Het is gewoon gratis. Oké. Vroeger kon je geld verdienen door zeg maar je entree te verhogen, maar dat gaat dus nu niet. Dat is moeilijk. Alhoewel, ja, we moeten nou geld verdienen via attracties. Dat wordt pittig. Maar goed, we gaan het proberen. Je moet altijd iets proberen, hè. Nou, het pad maar raar. Doe ik recht naar voren zo. We wachten op de eerste bezoekers. Er komt iemand. En wie is het? Het is namelijk... Helaas speel ik de Engelse versie. Wie is het? Het is meneer... Quest 3. En hij is somber. Zijn happiness is niet goed. Nou, ongeveer door op de helft. Nou ja, hij heeft 90 euro of dollar om te zeggen. Heeft hij op zak. Dat is behoorlijk wat. $90. Nou, dit is de speelmap die je kan spelen. Behoorlijk gaaf. Awesome. Da 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 da. Ik ga hem even opslaan. Want ik wil namelijk even de schermresolutie aanpassen. En vorige keer is de diepte een beetje te kloten ermee. Oh, hij staat nu op widescreen. Oh, dat is wel relaxed. Cool, we spelen widescreen. Ik had helemaal niet eens door. Ik wil deze ruige attractie een beetje hier gaan zetten. Niet te dicht bij elkaar de attracties. Want dat kropt zo op, weet je wel. Zal ik nou gewoon... Ik doe weer een blauw. Zo. En we openen hem. En deze kost wel iets duurder. Die kost ook 1,50. Omdat ik vind... De glijbaan kost al 1,50. Wat ik eigenlijk nog wel best duur vind. Die zal ik iets verlagen. We moeten wel even het geld in de gaten houden. We hebben nog 7,8 of 7800 euro. We moeten even dat als euro zien. Nou, wat doet deze bezoeker? Die doet vrij weinig. Hij zegt, oké, the twist is a really good value. Dat betekent die twist attractie. Ik zie hier geen twist. Oh, deze. Die heeft een goedkope prijs, zegt hij. Oké. Nou, ik vind het helemaal mooi. Ik wil het een beetje aankleden nog. Ik denk dat ik gewoon even dat mensen kunnen drinken gewoon hier, weet je wel. Huppakee. En ik wil ook een suikerspinkraampje. Ik vind dat gewoon mooi. Je moet altijd bij ronddraaiende attracties, moet je altijd bankjes neerzetten. En waarom? Mensen gaan sowieso kotsen. Dat is sowieso zo. Altijd. Nou is Rollercoaster 2 wat uitgebreid, dat is wel fijn. Want, weet je waarom, ik ga het verklappen. Omdat het meer mogelijkheden hebt. Vooral met het ophogen van land en alles. En vooral met extra zaken. Zoals muurtjes en gebouwtjes. Ik wil wel wat thematiseren. Ik denk dat ik hier een soort van muur achter maak. Da-la-la-la-la. Wat een bekende liedjes. Zo. En dan maak ik hier een klein dakje op. Ik wil niet zeggen dat het echt mooi staat. Maar
We kunnen beter iets proberen dan iets, toch? Ik vind het niet uitzien, maar dat maakt niet uit. Het leek me leuker om iets erop te zetten dan helemaal niets, weet je wel? Grijs. Wauw. Dan is die een beetje overdekt, weet je wel? Dat ziet er wat leuker uit. Ik vind het hier nog kaal. Ik ga wel boompjes neerzetten. Die, 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 die. Die muziek, ja, op een gegeven moment als je dat 100 keer hoort, dan is het gewoon, ja, dan blijft het in je kop zitten en dan weet je het wel. Ik kan nog helemaal de daar bouwen, we hebben nog genoeg plek. Ik zou zeggen, ik wil een achtbaan bouwen. Ik weet dat het veel geld kost, een achtbaan kost echt heel veel geld. Ik kan ervoor kiezen om gewoon een bestaande te kopen. Ik denk dat dat beter is. Ja, ik koop gewoon een bestaande. We hebben extra veel layouts. Ik denk dat hij zo wel heel leuk is. Het is een beetje een jungle sfeer. Wil ik wel eigenlijk veranderen. En dat doe ik op deze manier. Kijk. Dan ga ik een pad maken van deze attractie naar de hoofdingang. Nou, let op. Ik maak wel een beetje een lange rij. Dus ik wil zeg maar... Waarom doet hij dat niet? Zo, ik heb een klein beetje een lange rij. Het is wat langer dan een gemiddelde attractie. Want anders gaan ze weer zeuren van we staan te lang in de rij, weet je wel. Dat heb je ook heel snel hoor in dit spel. Oké, hoe kunnen we hier wegkomen? Oh, dit is nog even uitzoeken. Hoe willen de makers dat ik dit fix dan? Ik kan nergens naartoe met de uitgang. Wat? Ik kan helemaal niks doen. Ik kan niet naar voren, ik kan niet naar beneden, ik kan niet naar boven. Dat is vreemd. Waarom zou je daar dan een uitgang neerzetten? Hebben ze... Hé? Ik klopt helemaal niks van. Is dit een foutje van het spel? Ik weet sowieso dat ik die uitgang ergens anders moet maken. Maar ik weet niet waar plek is. Hier denk ik. Ik denk dat die daar beter past. Gaat dit werken? Ja, dit gaat wel zeker werken. En dan laat ik het pad hier via de achterkant lopen. Zo. Nou, zoals je ziet hebben we nog maar 3000 euro. Dus ik ga deze achtbaan wel wat duurder maken. Ik noem hem wel 3 eurotjes voor deze kinderachtbaan. 2 treintjes is op zich wel relaxed. En ik denk dat bezoekers best wel hierin willen. Wat zegt diegene over deze achtbaan? Het is klein en het is gezellig. Nou, mooi zo. Goed dat je het opvalt. Zit er iemand in de achtbaan? Helemaal niemand zit in deze achtbaan. Dat vind ik echt heel triest. Misschien gaan ze nog wel. Wat zeggen ze allemaal over die achtbaan, jongens? Ik hoop niet dat ze zeggen dat die te duur is. Wow, er wordt een nieuwe attractie gebouwd. 1 iemand staat in de rij. En die meneer noemen wij... Ik noem hem gewoon... Dappere Koos. Koos klinkt trouwens wel heel negatief, hè? Ik koos voor hem omdat hij... Het is een rotnaam. Ik kan er wel alles op rijmen, weet je wel? Oh jongens, die muziek. Ja, vrees je, denk van Vincent, hoe weet je dat allemaal? Dat, op een gegeven moment echt die muziek, dat herhaalt zich, hè? Dat wist je misschien nog niet, maar dat herhaalt zich elke keer. Nou, ik doe voor de zekerheid doe ik van die hekjes doe ik om de zijkant van de paden. En waarom? Omdat het beter eruit ziet, vind ik zelf. Ik vind een achtbaan moet je beschermen tegen de kinderen die er naartoe willen rennen. En dat doe je dus... Oh, die zitten vast hier op de helling. Oh, er komen dan wat meer mensen. Oh, hij komt lekker vol, jongens. Oh, dat cash, dat stroomt binnen. Maar ik maak ook wat verlies. Wat is er nou niet goed? Ik maak deze wat goedkoop. Ik maak een eurotje. En ik doe dat er meer mensen op die glijbaan kunnen. Moeten we mensen aannemen zoals entertainers? Dat lijkt me wel een heel goed idee. En mij lijkt het ook verstandig om een mechanic te aanturen. Dat is een monteur, hè. En dan een handyman. De handyman. Sowieso, de handyman. Het voordeel aan Rollercoaster 1 is, of het nadeel aan 1 is eigenlijk, als je een handyman aanneemt, dan staat dit aangevinkt. Ik laat even zien. Mow grass. Hij gaat het gras maaien, dat staat aangevinkt. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Dus, en bij deel 2 staat het automatisch uitgevinkt, wat ik eigenlijk wel heel fijn vind. Ik gooi wat boompjes hier tussen.
Weet je, van die cute boompjes. Ziet er wel leuk uit dit. Ik vind deze boom trouwens ook echt heel mooi. Dat is deze. Niet die ik net plaatste, maar deze boom. Het is zo kleurrijke boom. Het is echt een van mijn favorieten. Klinkt raar. Maar dit ziet er echt fantastisch uit, vind ik. Ik denk dat ik nog even wat dingetjes bouw. Niet te veel, want ik moet letten op het geldbedrag. Ook al kan ik wel een lening afsluiten. Ik plaats hier... Oh, die gozer kijkt. Die zat te kijken naar de achtbaan, maar ik plaats ervoor om een wc'tje. En ik zeg dat de wc 20 cent is. Ik vind van wel. Ik bedoel, ik moet ook mijn geld verdienen. We kunnen zeggen dat drink kost 1,50. Krijgen we 1,20 winst. Dat staat er ook onder. Een suikerspin is een eurotje. En even kijken, we hebben hier een eetkraampje met een hamburger. Die wil ik sowieso wel 1,60. Zo. En dan hoop ik dat mensen het gaan kopen. Ik heb nog niet iemand echt die krabburger zien kopen. Merry-go-round. Gaat slecht. Ik denk dat ik hem een eurotje maak. En dan gaat minder vaak rotations. Dan kunnen er meer mensen in. Ik weet dat het een saaie attractie is. En dat de mensen dus meer naar de achtbaan verlangen en de draaiattractie. Dan de glijbaan en de draaimolen. Ik weet het. Er moet wat stoere attractie komen. Het schommelschip zou ik kunnen kopen. Is niet zo heel erg duur. Ik koop hem €397. En ik plaats hem eigenlijk op een beetje goede locatie. Ik denk dat ik hem gewoon lekker hier... Oh, zien jullie wat ik zie? Ik zie hier wat kots liggen. Ik zie hier duidelijk wat kots liggen. Ik weet het. Ik open een attractie terwijl hij nog niet eens een pad heeft. Ik weet het. Ik ga het gelijk fixen. Het schommelschip is niet mijn favoriete attractie. Ik ga er ook zelf nooit echt in. Omdat ik het zelf niet echt een bijzondere attractie vind. Maar... Pirate has no pet. Dat staat er al gelijk. Ik ben er nog mee bezig, stomme spelcomputer ding. En dat is 2 keer gekotst. Dat betekent dat ik dus bankjes ga neerplaatsen. Over het algemeen. En ook hier zo. En we hebben een nieuwe attractie. De Ferris Wheel. Dat betekent het reuzenrad in het Engels. Jullie leren nog eens wat van mij. Dan moet ik zeggen, ik ben niet heel goed in Nederlands. Of in Engels. Ik heb... Ik kan het beter horen dan spreken. Dat is gewoon iets voor mij. Zijn de mensen misselijk? Gaan naar de wc. Het is maar 20 cent. Kom op. 20 centjes. Gewoon doen. Ik ga het spel opslaan. Je moet altijd even opslaan, zoiets, hè. Dat is belangrijk. En deze vind ik zo leuk. Bezoekers kijken naar attracties. En dan zie je ze stilstaan langs de kant. En dan zie je ze gluren naar zo'n prachtig achtbaan. Want het is een heel leuk achtbaantje. We kunnen hem eens volgen. Stop bij block brakes. Geblokkeerde remmen. Daar gaan ze. Hij gaat nog best wel hard voor een kinderachtbaantje, vind je niet? Maar hij is wel ontzettend leuk compact. Hij heeft een ontzettend leuke layout. Als je hem eens volgt, hè, gewoon op je gemakje. Hij heeft een lekkere snelheid. Ik vind het een hele leuke achtbaan. Ook de kleur vind ik zo gay als het maar zijn kan. Maar ja, we doen het er maar even mee. Ik zoek hier een handyman. Waar ben je, handyman? Kom op, ga dit vegen. Dat moet schoon daar. Ik wil een schoon park. Ik wil wel zo'n prijs krijgen van, ja, je hebt het schoonste park van het hele land. Ik heb niet meer zoveel geld. Zal ik dan deze attractie kopen? Natuurlijk, Vincent, we gaan het gewoon kopen. De Ferris Wheel. En wat zou ik zijn als ik deze niet wat bovenin plaats? Kijk, dan heb je een mooi uitzicht. En dan maak ik hem gewoon even lekker schön. Even lekker mooi maken, zo'n reuzenrad. En dan plaats ik een paar, als ik het kan zien, want ik zie het heel lastig. Zo. Ik weet dat de muren een beetje donker zijn die ik gebruik hiervoor. Maar ik vind het zelf wel aardig. Ja, ik vind het zelf wel leuk staan op zich. Ja, dit ziet er nog wel aardig uit, joh. Ik weet niet of ik hem hierop kan plaatsen. Oh, dit ziet er heel schattig uit. Ik doe dit op die manier. Het gaat regenen. Nou hoop ik heel erg op een kiosk. En wat nou de tactiek is van een kiosk, is dat je paraplu's verkoopt. Maar die paraplu's kan je makkelijk €5 per stuk maken. En waarom? Iedereen koopt dat, want iedereen wil die nat worden. Dat is eigenlijk een beetje gemeen natuurlijk, maar het is echt de tactiek van Rollercoaster Tycoon. Ik vind het jammer dat ik niks verdien aan de entreekosten, want dat maakt het nu echt moeilijker, vind ik zelf. Maar dat is standaard bij Rollercoaster. Alle entrees zijn gratis. En je zou eigenlijk andersom moeten hebben. Je zou
moeten betalen voor het park en de attracties gratis. Maar dit keer moet je dus winst maken uit de attracties. Dus we moeten meer attracties plaatsen. En ik zie, hier wordt niks voor bezocht hier. Ga gewoon lekker in de draaimolen of in dat rondrijding. De achtbaan ook. Jongens, wat wordt er gezegd over deze attractie? Oh, ik ga er niet in terwijl het regent. Oké, mensen gaan niet in de attracties. Daarom is het zo zooitje hier, zo chaos. De Ferris wheel gaat ook waarschijnlijk niemand in. Dat is een beetje het nadeel. We kunnen geen dark rides maken of zo. Ik heb hier wat kapot gemaakt. Zo, dat is gelijk gefixt. Het schommelschip gaat ook niemand in. Het is nou gewoon een beetje de donkere tijden. Alleen in de Ferris wheel gaan ze natuurlijk, want het regent. En dan zou ik ook in de overdekte attractie gaan, dus die maak ik lekker wat duurder. Maar dit is toch ook overdekt? Er zit een dakje open. Er zit een dakje voor. Of erop. Spokers is ook een dark ride. Ik heb heel weinig geld nog. Ik weet niet waarom het naar beneden gaat. Maar ik zou een lening kunnen afsluiten. Even kijken waar dat komt, want het is wel een tijd geleden dat ik dit heb gedaan. Maar hier kan ik dat doen. En dan kan ik kan zelfs reclame maken voor het park. Maar dat moeten we niet doen. We staan in de min. En dat is heel slecht. Ik leen 2000. Ja, 2000 leen ik voor het park. Het gaat niet zo goed. Ik ben heel slecht bezig. Maar kijk eens, de Ferris wheel. Daar gaat iedereen in. Tjap, 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 tjap. Maak hem gelijk duurder. Nou, het mag vaker regenen. Oké, nou ja, goed. Mensen, ik hoop dat jullie een leuke aflevering vonden. Willen jullie dat ik doorga? Laat zeker weten in de comments. En zie je de volgende keer terug in een nieuwe Rollercoaster Tycoon aflevering. Doei, doeg!